every day and then go. It's my fault cause I can't let you go. I was good when you leave, I feel low. Up at night thinking about if you call. Take my heart every day and then go. It's my fault cause I can't let you go. I was good when you leave, I feel low. Up at night thinking about if you call. Up all night, drunk and high, wasting all my time till I see your eyes. Stay by you cause you are my life. Pushing through it all till I reach the sky. Running circles in my head, I get scared I'm about to lose it all. Lost a piece of me, I don't know the fame could make me old. I feel all alone, all my fears are going to control. Do you really care? I don't know if I can trust a soul. I feel alone again without you. Miss my home again, I'm so through. Oh my heart again, I need you. I'm sorry that I'm not with you. Take my heart every day and then go. It's my fault cause I can't let you go. I was good when you leave, I feel low. Up at night thinking about if you call. Take my heart every day and then go. It's my fault cause I can't let you go. I was good when you leave, I feel low. Up at night thinking about if you call. Fuck around, hate them bitches, suckers, know I'm ballin'. But I been moving all them facts, you know he hollin'. Bitch, that when I'm walking, extra steady callin'. My new bitch, Jeremy, know he fuckin' till the morning. They be saying that's my brother, way out loud, and I was down, I ain't convinced. Know they riding on the dick, cause they're all poppin' like a bitch. Ain't had nobody, I was dully, every day I reminisce. I had to do something to get rich, this shit go quick, we hit a switch. Had to get to it, man, that makes it not a nothing. Know that pussy where they drippin', that shit buzzin'. How you gon' fuck with me, you pop out all of a sudden? Fuck him, I can't trust him, love me all of a sudden. Leave me alone, I'm fucking tired of your shit, just let me be. And I can love no bitch, but she know I'm a boss. Finally, bitches tryna act like I feel something, but they ain't shit nothing. Shit, if I like what you gon' already run it down, run it up. All you suckers faking love, I'm kinda done, had enough. Now they hear a LeBron name it, about time, run it up. And I'm a fucking ticking time bomb, we gon' fuck it up. No shit, all of them suckers know I'm violent. Me and my brothers moving past shit, we you hauling. Baby, take off my mirror jeans, I'm talking. Fuck until the morning, baby, no, I'm dog. They be saying that's my brother, way out loud, and I was down, I ain't convinced. Know they riding on the dick, cause they're all popping like a bitch. Had nobody, I was dully, every day I reminisce. I had to do something to get rich, this shit go quick, we hit a switch. Had to get to it, man, that makes it not a nothing. Know that pussy where they dripping, that shit buzzing. How you gon' fuck with me, you pop out all of a sudden? Fuck him, I can't trust him, love me all of a sudden. She hit my phone like, babe, I love you, wait a minute. Well, there's a time for everything, and that's the truth. You love somebody, then you turn into a whore. All that love, she kinda fake, fuck it, I'm never lonely. Bitch, you let the kid out hanging, broken hearted. Kinda crazy how the flow, we done on party. And I don't treat you no less hit than a queen. You ain't really fuck with me, wait till I blow. We gon' hit it, suckers, hope y'all know I hear you. City on West and doing shit, how I'm gon' feel you. Got his money with a new bitch to my left, to my right. Talking down, we come around and watch you flinch. You they be saying that's my brother, way out loud, and I was down, I ain't convinced. Know they riding on the dick, cause they're all popping like a bitch. Ain't had nobody, I was dully, every day I reminisce. I had to do something to get rich, this shit go quick, we hit a switch. Had to get to it, man, that makes it not a nothing. Know that pussy where they drippin', that shit buzzin'. How you gon' fuck with me, you pop out all of a sudden? Fuck him, I can't trust him, love me all of a sudden. Like what we had was different. We was caught up in each other. Guess I should've seen a difference. We was caught up with another. Don't know how I'm dealing with it. Don't know how I'm gonna recover. Guess I gotta cut my losses or else I'm just gonna suffer. The damage was done.
Ik heb mijn microfoon nog niet aan. Oh mijn god, ik vergeet alles. Nou, nogmaals, dan ga ik even alles opnieuw doen. Godsamme zeg. Jongens, we zijn er weer vanavond. En we gaan lekker, ja hè, we gaan weer lekker even geld vergokken. Of misschien niet. We hebben vandaag weer lekker uitbetaald gekregen, dus we gaan hem eigenlijk meteen investeren. Ik noem het investeren. En daar gaan we gewoon voor, jongens. Het kan niet... Huh? Jullie horen mij niet toch wel, hè? Want er staat weer zo'n melding. Oh, wacht even hoor. Toch wel, hè? Want er staat... Ja. Nee, we gaan even kijken wat ons geluk is vandaag. En ik hoop dat we vandaag lekker veel kunnen pakken. Dat we ook lekker veel kunnen inzetten en zo. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. En dat gaan we vandaag lekker weer doen, jongens. Dus hopelijk hebben jullie er een beetje zin in. Als je nog niet hebt geliked, doe dat vooral even. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat ook even. Op naar die 300. Misschien halen we het wel volgende maand 300. Als we, ja, dat is een beetje een hoog doel, maar hè, wie weet. Voordat we een beetje gaan beginnen met de stream, ga ik even één ding mededelen. En dat is dat ik een heerlijk lampje heb gehaald. Die heb ik nu op dit moment nog niet. Die gaat morgen binnenkomen. En ik ga jullie even laten zien welke dat is. Dat is namelijk de... Oh, dit is wel heel erg overdreven. Even kijken hoor. Hoe heet dat ding ook alweer? Oh ja. De Keylight. Kijk, ik heb deze gehaald. Als je dit trouwens mijn beeld ziet, je ziet er ook uit. Dat dacht ik al, daar was ik al bang voor. Even kijken hoor. Dan moet deze uit eventjes. Yes, en dan zie je dit. Top. Hoe is het met zijn neus en tand? Ja, helemaal goed jongen. Dat is allemaal weer prachtig geregeld. Nou jongen, dit ga ik, dus deze heb ik gehaald, de Keylight. Ja, ik vind het op zich, volgens mij is het wel een beetje gespecialiseerd natuurlijk voor het streamen. Dus ik ben benieuwd of dat gaat werken. Maar ik denk dat het al een wereld van verschil is. Poeie, we willen Plinko zien. Ja, rustig aan joh, rustig aan. Nee, maar deze heb ik dus besteld. Dus deze gaat één deze dagen in de stream komen. Moet even kijken hoe het allemaal werkt en zo. En deze guy heb ik gehaald. Dus dan weten jullie dat. Ik heb het al eerder gezegd dat ik probeer zoveel mogelijk... dat heb ik toch al gezegd, jongen. Dat het goed gaat, dat het allemaal weer geregeld is, jongen. Maar deze... Ja, dat we gewoon gingen upgraden, zeg maar. En ook met de stream overlay en zo. Dat ga ik ook allemaal regelen. Alleen, ja, weet je, het is vooral, zeg maar... even zoeken hoe het werkt allemaal. Want ik heb het geprobeerd in het weekend om... alles een beetje goed te krijgen met een startscherm. Kijk, nu heb je nog een startscherm en een countdown. Yo, Brommelood. En dat gaan we dus regelen allemaal. En dat eigenlijk. Ik zag dat je laatst had geabonneerd, maat. Dankjewel voor het abonneren, vriend. Nee, we gaan nu echt beginnen. We gaan dan ook maar lekker beginnen meteen met een Plinkootje 2. Want dat is gewoon een heerlijk spelletje. Dat vind ik toch heerlijk. Vind ik toch lekker wegspelen, vind ik daar, jongen. Even kijken, we gaan eventjes in F11 modus. Dat we lekker optimaal kunnen genieten van het scherm. En dan doe ik dit. Ja, goed man, met jou? Ja, dag, lekkere content. Even abonneren. Ja, mooi man. Super tof, dankjewel. Ik heb ook andere content. Maar ja, ik weet, op dit moment is de vraag naar gokstreams enorm groot. En ik weet, kijk, ik vind het zelf natuurlijk ook leuk, jongens. Echt 100%. Maar ik ga ook gewoon andere dingen doen. Net als dinsdag, ja, dan stream ik The Last of Us. Ja, daar zie je OnlyFans content, zo grappig. Maar dan zie je dus dat er heel weinig mensen komen. Maar ik ben dan wel iemand, ik ga niet alleen voor het gokken, zeg maar, streamen, snap je? Ja, tuurlijk, ik wil kijkers pakken. En dat is hartstikke leuk. Maar, ja, je snapt wat ik bedoel, toch? Ik bedoel, anders ga je, zeg maar, word je, zeg maar, bekend omdat je... Ja, dan word je zo'n gokstreamer, snap je? En dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon iemand zijn met veel variatie, zeg maar. En ik wil al heel lang eigenlijk een Among Us stream doen. En dan moet ik alleen nog eventjes regelen hoe en wat. Maar dat gaat allemaal goed komen. Ook lekker man. Ja, klopt. Zo groot kan je er niet van worden. Maar als je goede content knalt, dan kan het goed uitpakken. Ja, tuurlijk.
Dat is ook zo. Maar ja, het is vooral belangrijk voor mij dat ik wel gewoon doe wat ik leuk vind. En als er mensen kijken, zeg ik altijd, dan is het mooi meegenomen. Als er geen mensen kijken, ja, dan is dat zo. Ja, weet je, fuck it toch. Ik bedoel, kijk, dit vindt iedereen leuk. Ik bedoel, ja, het is al een wereld van verschil met dinsdag. Dinsdag had ik misschien 2-3 likes. En nou, niet eens. Ik had bijna geen kijkers. En nu heb ik er 7 likes. Ja, dat is echt al genoeg natuurlijk. Maar goed, ik snap het wel. Ik snap dat het leuk is. En ik snap zeker wel dat het aantrekkelijk is om naar te kijken. Dat geef ik ook eerlijk toe. Maar kijk, ik wil zelf gewoon mijn eigen ding kunnen doen, snap je? En dat ik gewoon lekker van alles en nog wat ga doen, snap je? Dus, Nevin, jongen! Goed bezig, Joel. Ja, dankjewel, maat. Ook een stukje reputatie. Ja, daarom. Dat is ook zo. Dat is ook zo, man. Maar ja, maar goed. We gaan in ieder geval vandaag lekker doen waar iedereen gelukkig van wordt. En dat is Maïs falen. Maar wie weet is dat helemaal niet zo. Wie weet is dat helemaal niet zo. Maar waarom ook geen geluid, trouwens? Ik hoor geen geluid. Daar kan ik niet goed tegen. Waarom hoor ik geen geluid? Jullie horen ook geen geluid, toch? Of wel? Jawel, jullie horen wel geluid, of niet? Ja. Hey, ik zie 230 abonnees en daar worden we gelukkig van. Een mooi rond getal, dankjewel voor het abonneren. En er kan nog een rond getal komen. Als er nog één iemand liked, dan hebben we er 10 likes. Hey, maar ik hoor geen geluid, man. Waarom kan... Daar kan ik echt slecht tegen. Hoezo is dat? Hier kan ik niet tegen. Daar word ik een beetje misselijk van, hè. Daar word ik een beetje misselijk van. Waarom hoor ik geen geluid? Yo, timer. In-game sound uit. Nee, ja, nee, juist niet. Die heb ik juist aanstaan. Kijk maar. Als ik hierop klik, dan heb ik hem aanstaan. Hé, hey, 10 likes. Dankjewel voor het liken, jongens. Toppers. Oh, ik dacht dat ik vandaag nummer 200. Ja, ik dacht dat ook, man. Ik dacht ook zoiets. Maar ik zag toen op mijn telefoon dat dat helemaal niet zo was. Maar niet uit verder. Hoe kan dit? Ik heb hem altijd aan. Maar ik krijg geen geluid. Daar word ik niet goed van. Daar word ik heel boos van zelfs. Doe King Kong Cash. Heb ik volgens mij een keer al gespeeld op stream, man. Laatste deed ik dat offstreamen was ook wel een goed spelletje, man. Op zich prima, niet overdreven goed of zo, man. Nee, raar, man. Ik heb geen geluid. Heel raar. Maar goed, fuck it. Geen geluid, dat is dan nog niet het einde van de wereld. Eet je wel, kleine aanrader. Santa Great Gifts. Echt goede game. Kunnen we dat zeker doen, jongen. Kunnen we dat zeker doen. Check rechtsonder bij die strepen of geluid aan. Oh, wacht. Jullie zijn weer net iets te slim, hè? Ja, jullie zijn weer. Huh? Ja, jullie zijn weer net iets te slim. Als ik jullie niet had, jongens. Dik shout-out naar jullie, man. Iemand zei trouwens al: in-game sound uit. Ja, zie je. MCM, ik zie. Ja, precies. Ja, dankjewel, jongens. Jullie zijn strijders. Maar laten we hopen dat we hier even een mooi bonus gamepje in kunnen krijgen. Wij horen niks. Nee, jullie horen alleen de muziek volgens mij. In-game heb ik uitstaan, man. Hey! Dit zou niet gek zijn, hoor. I know. Oh, shit, man. Deze was goed geweest. Tering. Nou, jammer. Helaas. Helaas. Nou ja, dat zijn toch wel allemaal gokfanaatjes, hè, die in de chat zitten. Dat weet ik wel. Dat weet ik allemaal wel van jullie. Uit welk dorp kom je? Ik kom uit de stad, man. Ik kom uit Eindhoven. Je moet met dit spel moet je echt van die hoge hebben, man. Want dan kan je echt geld pakken. Als je daar een beetje onder gaat zitten, dat is dat kut. Ja, man. Zekers. Geboren in het ogen. Ho, daar gaan we weer. Maar dit is dan weer een beetje laag, maar goed. Ja, het zou op zich lekker zijn. Ah, helaas, pindakaas. Nee. Dat is echt vaak met dit spel, man. Dat je dan zeg maar twee van die dingen krijgt. En dan krijg je twee rijen die je nog kan krijgen. Maar even geld pakken vanavond. Jawel, ik ja, 100. Sowieso, jongen. Ik merk echt veel dat mensen die mij kennen veel gaan kijken, man. Steeds verder gaat dat. Wel grappig om te zien.
Deze pakt amper iets tussendoor. Ja, dat klopt, man. Maar ik ga het ook niet heel de avond spelen. En bijstorten kan altijd. Ze zeggen ook wel eens bijstorten loont. Maar goed, we gaan even kijken hoe het uit gaat pakken. Ik hoop even één keer in die game te zitten en dan kunnen we even ergens anders gaan kijken. Maar ik krijg ook zoveel aanvraag van ga dit spelen, ga dat spelen. Ja, dat is bizar. Ken je box mee? Ja, zeker, zeker, zeker. Zeker. Box mee, ja. Ah, 4. Daar krijg ik ook helemaal geen zooi van, joh. Dit spel, kom op. Geef me gewoon lekker 40 van die balkjes, dan ben ik al wel lekker hoor. Weer 4 hè. Geef me gewoon lekker 10 of zo. Ja, 17, maar dan zit hij weer in het midden. Ja, dat is wel weer taai hè. Ja, hier heb je ook je zak aan. Jongen, 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 jongen. Ja, 4 en 6, nou goed. Ondankbaar wil ik niet zijn, maar... Oh, jongen. Dit gaat toch altijd... Dit is echt altijd hetzelfde. Zo moe van. Oh, moeilijk spel. Wat heb ik al zoveel... Heb je ooit al iets goeds gehad? Ja, laatst 75 euro. Oh, dat is echt ziek. Voor mijn gevoel ben ik echt al zo weinig aan spinnen, maar ik ben toch al bijna weer 20 euro lichter. Een maatje geld gaat er hard doorheen. Misschien even andere dingen. Ja, we gaan zo even aan. We doen 70 euro en dan haal je hem eruit. 70 euro en doen we een ander spelletje. I know, echt. Dit is zo irritant altijd, jongen. Gaat hij weer net eronder zitten? Kutspel. Godsamme. Je hoort er gewoon niet goed van. Ja, 4 en 5. Kom op. Laatste spin. 5. Moeilijk weer. Dit is toch ook ongelofelijk, hè? Dit spel, man. Moeilijk is dit altijd weer, jongen. En altijd hetzelfde gezeik. Altijd heb je dan weer dan... Dat je dan weer twee van die klote dingen hebt. En dan krijg je weer die derde, krijg je niet. Dat is zo typisch, dit spel weer. Ja, is goed. Gaan we even spelen. Ja, die ga ik dadelijk sowieso ook doen, Otto. 100%. Die heeft mij zo goed gezet, jongen, een keer. Hoho, die was echt ziek, ouwe. Dat pakt volgens mij ooit een keer 400x meer of zo. Oh, dat is een beetje het idee van Sweet Bonanza en zo. En ja. Oh, deze spellen vind ik leuk, man, deze. Deze spellen vind ik echt leuk. Het is een beetje hetzelfde als... ja, ik weet niet of je het kent. Als een beetje... hoe heet dat nou? Wisdom of Athena en Olympus en zo. Nee, Forge of Olympus. Ja, precies. Precies, ja. Dat vind ik leuk, jongen. Hey, dankjewel voor het liken. Een kerstspelletje spelen is wel echt grappig. Yo, Tom, maatje. Toch niet trainen, jongen? Of ga je dadelijk? Hij gaat ook een keer, jongen. Dan gaat hij mij wel allemaal liggen berichten dat ik moet komen. Ja, flikker lekker op. Ja, wel trainen, right. Ja, nee, man, ik niet. Zo, dit gaat wel lekker. Oh, we moeten er nog maar één, of niet?
Wat is dit toch? Moet er nog maar één of... keer twee? Oh, is niet gek, 6 euro. Is niet gek hoor. Ze zet je wel op naar een mooie cash-out. Goeie avond, alle. Kijk, daar is hij weer. Olly. Goeie avond, maat. Je moet er 4... Oh ja, tuurlijk. 4, klopt ja. Is ook zo, is ook zo. Oh, ik kan trouwens spaatje klikken met deze. Dat is mooi. Ja, ben nu flink bezig, hè, dus gaan we zo vaak mogelijk trainen. Ja, snap het, man. Ik snap het. Nou, hopelijk krijgen we hier een bonus gamepje uit. Dat zou wel mooi zijn, man. Dat zou wel top zijn. Ja, inderdaad. Godsamme. Maar jij zei 8 uur in de auto, maar dat is echt veel te vroeg, hoor. We moeten daarom, hoe heet het, hoe laat moeten we daar zijn? 8:15. Ga je niet al een uur en een kwartier van tevoren in de auto zitten? Maar vanmiddag had ik 4 retriggers en 220x. Ziek. Ja, het spelletje is prima, man. Dat al op zich wel goed. Ik zei maar wel, ja. Oh, ik denk al. Ik zat even laatst nog in nadenken. Van, what the fuck, zo daar nou weer? Om 8 uur al in de auto zitten. Nou, dan zie je mij nog niet in de auto. Ja, weet je wat is... kijk, voor de mensen die trainen bij ons, dat vind ik gewoon hartstikke goed. Daar geef ik ook toe, maar ja... ja, ik weet niet, man. Maar ik zal weer afgezekerd worden als mensen deze streamen terugkijken en dan zeggen van... ja, je gaat nooit trainen. Nee, ja, weet je, ik vind, ja, ik zit in de 6e klasse of zo. Trainen is op zich niet verkeerd, maar... ja, wat ik al zeg. Ik vind het in de 6e klasse wel prima. Ik doe gewoon voetballen, man. Ja, welk team ga ik niet zeggen. Wel een beetje privé. Wat is dit dan allemaal, joh? Dit is... hoppa, weer 284. Koekoek. Moet er even 4 van die scatters hebben, dan ben ik een gelukkige jongen. Penalty gisteren, ja. Ja, ik kan er lang over discussiëren, maar het heeft totaal geen zin, snap je? Ja, ik vind ook dat PSV hem had moeten krijgen, maar ja, goed. Je kan er toch niks meer aan doen, snap je? Daar? Je moet gewoon doorgaan, je moet nou gewoon weer lekker thuis tegen Almere winnen. Gewoon weer alles op een rijtje krijgen. En door. Ja, PSV is zwaar genaaid. Ja, dat vind ik ook, maar ja. Ik bedoel, kijk, mensen zeggen dan ook allemaal van Feyenoord, VAR, Feyenoord en weet je wel. Ja, wat moeten hun eraan doen? Ja, we kunnen toch ook niks aan doen dat we die penalty niet tegenkrijgen, ja. Dat ze nou altijd geluk hebben, vind ik ook allemaal een beetje overdreven. PSV was zelf ook sowieso slecht, man. Als je nou gewoon zelf je kansen gaat afmaken. Volgende week mijn clubje. Wij tegen jouw club, of wat? Ik weet niet tegen wie PSV volgende week speelt, of niet? Ik heb geen idee, man. Ja, PSV was gisteren zelf echt tering slecht. Het was sowieso echt een slechte wedstrijd. Ik bedoel, je maakt je kansen niet af. Feyenoord was tering slecht. PSV, oh ja, is dat al volgende week, ja? Tering, zeg ik het snel. Ja, Ajax, ja, dat is dan weer andere koek. Nee, ja, ik zeg gewoon, ik heb wel echt een scheidtekel aan Ajax, man, maar... Ik kan er wel een beetje over meepraten. Ik zal nooit, ook al heb ik een hekel aan Ajax, ik zal nooit, zeg maar, onrealistische dingen gaan roepen. Ik bedoel, als... ja, maar dan was die wedstrijd sowieso anders gelopen. Penalty en tweede begin. Ja, tuurlijk, maar ik kan er toch niks meer aan doen. Dit heeft geen zin om daar zeg maar over te gaan janken daarna, zeg maar. Je bent er nu toch uit. Het heeft geen zin meer. Het heeft geen toegevoegde waarde meer om daar überhaupt nog
Het is toch één corrupte bende daar bij de KVB. Dat wisten we al lang. Dat is vaak genoeg bewezen. Nee, maar wat ik al zeggen, ik heb wel echt. Ja, ben ik gewoon heel eerlijk, ik heb een scheidhekel aan Ajax. Maar ja, weet je, aan de andere kant, we weten allemaal, als we op feitelijk gebied gaan kijken, dat Ajax de beste club is van Nederland. Over alles, zeg maar. Dat is gewoon realistisch naar voetbal kunnen kijken, vind ik. En nu op dit moment zeker niet natuurlijk. Dan vind ik op dit moment is nu PSV en Feyenoord zijn veruit de beste van de Eredivisie. Maar ja, als je gaat kijken over alles, dan ja, met geld en alles en die zooit. En dan, ja, dan weet je echt, als je dan gewoon een beetje verstand hebt, dan weet je dat hij de grootste is. Dan moet je gewoon accepteren. Dan moet je ook gewoon kunnen accepteren als Feyenoord. Dan moet je ook kunnen accepteren als PSV. Dan moet je gewoon, ja, het zijn gewoon nou eenmaal feiten. Ja, goed. Ja, wat ik al zeg. Ik zelf ben in ieder geval wel voor PSV, dus. Hey, maar die kutsketters, man, die moeten wel gaan komen. Ik heb er elke 2 of 3, dat is leuk. Maar ik wil er 4. Laat ik maar eens een ander spelletje spelen, want. Zo, joh! Heel het veld weg. Oh, 3 weer, man. Zo jammer. Maar ja, PSV moet gewoon weer lekker gaan voetballen en weer lekker gaan winnen. Ik bedoel, thuis tegen Almere gewoon weer lekker winnen. Even die 2 wedstrijden vergeten die kut zijn. Ja, ik kon ook niet alles winnen in het seizoen. Dan moet je ook niet gaan verwachten van PSV, snap je? Ja. Dus gewoon zaterdag weer lekker zakelijk potje winnen. Tegen Almere gewoon 4-5-0. Of 2-0, maak geen zak uit. Ze mag gewoon weer 3 punten pakken, dat is het belangrijkste. En dan gaan kijken. Ik ga trouwens stop met de spel. En dan gewoon gaan kijken van waar je nog verder kan pakken. Als je Ajax uit alweer pakt, weet je dan. En je moet ook gewoon wel gaan beseffen dat je echt gewoon belangrijke spelers mist. Hè? Ik bedoel, je mist die dingen, hoe heet het? Veerman mis je mist Saibari. En dat scheelt al zo tering veel op het middenveld. Dat scheelt echt niet normaal veel. Als ze verliezen aankomend weekend is het een kutweek voor PSV. Ja, maar kijk, daar gaat het ook gewoon niet gebeuren. Ik bedoel, ja, het zou natuurlijk kunnen, maar het gaat gewoon niet gebeuren. Thuis tegen Almere, ja, als je daar ook al niet gaat winnen, dan heb je echt de pop aan dansen. Maar dat gaat echt niet gebeuren. Kijk, je kan zeg maar wel doordraaien, maar dat gaat echt niet. Maar ja, wie weet wel. Ja, ik kan het natuurlijk nooit voorspellen, maar wie weet is het wel zo. Oh, weer eentje, lekker. Oeh. Daar was hij. Maar nogmaals, we gaan het allemaal zien, jongens. Het seizoen is nog lang, we zijn nog zeker geen kampioen. Daar wil ik ook erbij zeggen. Ik bedoel, natuurlijk doen we het keigoed. Maar ja, het is ook weer niet zo dat we nu al kampioen zijn. Ik bedoel, het gat is nog 10 punten. We moeten nog echt veel wedstrijden. We moeten nog thuis tegen Feyenoord, we moeten thuis tegen Twente, we moeten nog thuis tegen AZ. Er zijn op zich best wel. Dat kan je wel, als je ze allemaal verliest, dat is toch alweer 9 punten of zo. Ja, dan. En als Feyenoord dan gaat winnen, ja, dan wordt het nog wel een leuk potje, zeg maar, bovenin. Maar ja, ik denk dat PSV wel gewoon. Dat is nu even zuur, daar gaat even teren. Ik heb mixed feeling over deze. Ja, deze heeft me ooit echt zwaar veel opgeleverd, man. Maar hij spint ook niet echt lekker op dit moment, nee. Ja, daar is hij nog weer 2. Hoppa. Ah, daar was hij. Maar ja, weet je, je moet toch gewoon geluk hebben. Dat is gewoon met elk spel. Je doet toch tot 50 of zo en dan. Ga ik weer naar een ander spelletje. Maar het gaat nog niet allemaal voorspoedig. Hey, dat is keer 6. Hoppatee. 81. Ik snap überhaupt. Hey, ik heb 10 al. Niet gek hoor. Oh, netjes man.
keer 15. Dit is niet gek hoor. €9,60. Dat is niet gek. Moet even die potjes hebben, die free spins. Maar die krijg ik dan maar niet. Zo jammer. Een hele goede avond, Michael. Welkom, jongen. Leuk dat je erbij bent, vriend. Ja, dit kan. Nee. 16 cent ook, hè. Koekoek. 16 cent. Wel heel weinig. Die flesjes die krijg ik nog niet heel veel. Ja, nu weer eentje. Kan nog. Weer 16 cent. Die oranje moeten we hebben. 2. Die oranje is fucking moeilijk volgens mij. Ah, trouwens. Ik geef me die flesjes ook gewoon even. Oh, die betalen wel goed, jongen. Poh. Lekker zeg. Ja. Oh, bijna keer 6. Ah, jammer. Jammer. Ah, oh, dat waren 2. Dat was wel een goeie geweest. Hoppa. Ja, weer een potje erbij. Ja. Jammer. Jongens, heb je nog niet geliked? Doe dat even. En abonneren is natuurlijk ook helemaal gratis. En dat zou ik ook erg waarderen. 250. Hopelijk kunnen we naar de volgende maand halen. Wie weet. Dat is toch een mooi getal, 250. Ja, op naar die 1000 natuurlijk. Maar ja, daarvoor moet ik nog, zo vind ik zelf, gewoon veel aan stream layout en zo doen. Ja, en content is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar ja, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat mensen gewoon jou kijken voor wie je bent. En ja, wat ik al zeg, dat komt allemaal wel. Ik heb er alle vertrouwen in, man. Zeg je eerlijk, als je gewoon een beetje goede kwaliteit hebt, gewoon verbeterd op de punten waar je kan verbeteren, dan kan je denk ik echt verschoppen op YouTube, man. Je moet gewoon die consistency hebben. Ik heb al 2 totties gepakt. Oh, ziek, maat. Welke. Maar ja, als je gewoon een beetje consistent bent en je blijft gewoon een beetje streamen. Nou, meestal stream ik de laatste tijd een beetje op dinsdag en donderdag. Want ik vind het, ik heb ook dagelijks gestreamd. En op zich was het wel leuk. Ik zat op een gegeven moment ook echt in die flow, zeg maar. Maar ja, op een gegeven moment merk je wel, zeg maar. Ik werk natuurlijk zelf ook. En dan merk je wel van, oké. Ik heb ook tijd voor mezelf nodig. Gewoon dat je even, hè. Bright en Karchowi. 2 chicks dus. Maar ja, dan merk je gewoon dat je gewoon ook wel tijd voor jezelf echt nodig hebt. En gewoon even, hè, dat je even gewoon niks hebt. Of dat je even gewoon rustig je ding kan doen, zeg maar. En dat heb ik ook wel echt nodig. Dus daar heb ik ook... probeer de Green Knight. Kunnen we daar allemaal wel doen, jongen. Ja, dat merkte ik gewoon erg. En toen ben ik even heel lang even gestopt, een paar maanden. Heb ik echt helemaal niks meer gedaan, zeg maar. En, ja, het kan nog. I know, man. Bijna. Toen ben ik even heel lang gestopt. En, ja, toen ben ik weer teruggekomen. En toen heb ik eigenlijk ingeschreven en dan ben ik ook weer heel lang even eruit geweest. En, ja, maar dan moet je ook even stoppen, weet je wel. Je moet niet, zeg maar, want... Op een gegeven moment had ik ook geen zin meer en dan moet je niet gaan streamen, snap je? Dus daarom ben ik even. Welk casino speel je wel? Side bedoel je? Maar nu zijn we er gewoon weer. Dinsdag, donderdag meestal. En dan een beetje content proberen te verzinnen. Ja, het is wel gewoon moeilijk, man, om te verzinnen wat nou een beetje pakt, zeg maar. Uiteindelijk doe ik wel gewoon wat ik leuk vind. Dat vind ik wel echt belangrijk. En
Ja, net als met die stream van The Last of Us. Ja, ik vind het een hartstikke leuk spel. Maar het trekt nog niet per se heel veel mensen aan. Maar ja, goed, dat is dan zo. Weet je, want volgens mij dinsdag kwam er ook iemand in de stream die zei van... ja, ga gokken, want dat is het beste. En dan denk ik van ja, ik snap het natuurlijk dat jullie dat leuk vinden. Maar ja, er bestaan ook andere dingen als gokken, zeg maar. Het kost ook geld, weet je. Het is niet of zo dat ik hier weer... trouwens zit op 48 cent, of 48 euro. Daar gaan we even heel gauw veranderingen brengen. Maar ik heb nog 200 plus packs staan. Ja, zie ik. Pijn in mijn kaken weer, jongen. Maar ja, goed. Daarom, één keer in de week probeer ik een beetje te gokken. Ik zeg ook niet dat het elke donderdag gaat gebeuren. Want ik zeg al, het is gewoon geld waar je erin stopt, snap je? Het is niet of zo, gewoon lekker jezelf blijven en doen waar jij je goed bij voelt, kerel. Ja, inderdaad. Dat is vaak wel cool, man. Dat vind ik al nice om te horen. En dat is ook zo. Weet je, ik moet wel gewoon doen wat ik zelf leuk vind. En als er mensen kijken, dan is het leuk. Als er mensen niet kijken, ja, dan is het natuurlijk minder leuk. Zeg ik ook eerlijk, natuurlijk heb je nu ook veel meer interactie met de chat. En dat vind ik ook hartstikke leuk. En, maar ja, goed, je kan natuurlijk niet altijd 6 gooien. En ik zou het natuurlijk tof vinden als er mensen gewoon kijken die nu hier ook zijn. Die dan naar andere streams komen kijken. Want dan weet ik van, oké. Maar weet je, iedereen heeft zijn... Ik ga bijvoorbeeld ook niet naar een stream kijken waar ze Pokémon spelen of zo, snap je? Dus ik snap dat op zich wel. En ja, daar ga ik echt niet kijken, daar vind ik echt geen zak aan. Dus waarom de fuck zou je het dan spelen? Of kijken, snap je? Daar snap ik dan wel. Dus als het je niet aantrekt, ja. Dan is het al moeilijk om te denken van, hé, daar ga ik eens even opzetten. Maar goed. Het is ook allemaal niet verplicht. Kijk, ik waardeer het al dat mensen nu kijken. Er zijn ook nu 9 mensen die aan het kijken zijn. Die hopelijk een leuke tijd hebben. Want daar doe ik het ook oprecht voor, man. Gewoon lekker mensen entertainen, gewoon lekker een avondje dik kijken, dat vind ik nice, man. Ik ga waarschijnlijk naar Mike Towers, man. Oh ja, maar ziek. Maar ja, wat ik al zeg. Het is nu leuk, maar als GTA 6 komt, moet je volop streamen eigenlijk. Ja, tuurlijk, maar dat is alweer een jaar verder of zo. Maar ik wil ook gewoon die Among Us stream hebben, man. Of erin gooien. Maar ja, ik krijg gewoon te weinig. Ik ga binnenkort daar eens even goed achteraan. En mensen die reageren, die haal ik er gewoon niet reageren, haal ik er gewoon uit. En mensen die wel reageren, die haal ik er niet uit. Als je dat leuk doet, ga je groot. Ja, tuurlijk. Maar ik ga binnenkort denk ik ook weer even GTA roleplay doen, man. Dat is wel lachen. Ik zou gewoon 500 euro op rood zetten. Ja, man. Die Among Us stream die wil ik binnenkort echt gaan maken, man. Dat duurt me allemaal te lang. Ik heb dat al zo lang in mijn hoofd. Maar is er echt al misschien wel letterlijk maanden geleden dat ik dat heb gezegd. En ik wil dat wel echt gaan regelen. Dus voor de mensen die dan gaan reageren, die tief ik er gewoon uit. Of niet reageren, die tief ik er gewoon uit. En de mensen die wel gewoon interesse hebben, die laat ik er gewoon in. Dan gaan we dat ook regelen. Want ik vind wel, als je zoiets doet, moet je wel met veel mensen zijn, man. En dan hoop ik een beetje een groep te creëren. En met die groep... vaker die streams doen. Wat voor spelletjes. Among Us. Among Us vind ik sowieso al tering leuk. Dat heb ik al lang niet gespeeld. En dat vond ik eerst ook altijd leuk. Maar toen had ik nooit echt een grote groep om mee te spelen. En misschien dadelijk wel. Wie weet. Het zit er nog niet echt in vandaag, man. Ik heb nog geen bonus game gehad of zo. Het is een beetje overleven. Of hij moet nu komen. Helaas. Dat zou mooi zijn geweest. Oh, weer 2. Dan moet je doorpakken, man. Ik snap dit echt niet, man. Hoe dit werkt.
gaat hij weer. Huh? Ik snap hier echt geen zak van, man. Oh jee, het gaat echt slecht, man. Ja, pak dan door. 4 cent. Ik snap dit niet. Hoezo gaat hij nou wel? Want dan soms gaat hij, doet hij dit en dan soms doet hij het weer niet. Maar dit is wel op zich nice. €3. Gek. Nee, dit spel gaat het ook niet doen, man. Ik ga er even bij halen. Meestal, en de laatste tijd is het niet, maar meestal, als je even in de mut zit, dan moet je, ja, dan is zij echt redder in nood. Dan doet ze toch even op een bepaalde manier, zet ze toch even aan en dan is het weer, hier meteen een keer 10. Ja, helaas pakken we wel dan verder niks. Dit spel heeft me ook zo vaak gewoon heerlijk gewoon omhoog gestegen. Maar het is nou weer moeilijk om mezelf een key te spelen, want dan moet ik echt iets groots gaan pakken. Want ik begon op 90, dus moet ik al €60 of meer gaan verdienen. Dus dat wordt een taaie opdracht, maar we gaan het met z'n allen aan. Laatst had ik ook, iemand van, ja, ga Crazytime doen. Nou, ik ben een beetje afgestapt van de live games. Maar ik dacht, nou, omdat iemand even vraagt van, oké, doe dat eens. Dus ik denk, nou, ik zou nu even laten zien waarom ik het nooit doe. Oh. En, nou, ik doe de eerste ronde, zet ik in op alle spellen. 50 cent. Dus zij gaat spinnen. En dan was een keer 7 op Crazytime. Nou, mogen jullie raden waar die op kwam? Keer 7 Crazy Time. Nou, toen moest je gaan kiezen natuurlijk. Als je een beetje bekend bent met het spel, moest je gaan kiezen. Rood, wat was het? Blauw, groen of geel? Ik denk, ah fuck, het gaat over geel. Hoppa, 350x. Weer €175 rijker. Ja, echt jongen. Nog nooit gehad bij dat hele spel. Ik doe 1 keer dat. En dan, ja, dat was wel echt immens veel geluk. Maar die geluk, die mis ik vandaag wel een beetje. Maar goed, je kan natuurlijk niet altijd 6 gooien, dat is ook wel weer zo. Oh, als dat geluid dan zo vaak achter elkaar hoort, zullen we dan denken, ja, dit is binnen. Maar het is echt slecht vandaag, man. Het is echt slecht. Ik heb al een tijdje niet meer zo slecht. Geen enkel spel die gaat het mij ook gunnen, zeg maar. Ja, die moet je dan pakken, jongen. Maar daar heb ik dan net weer niet. Nee, het is vandaag echt drama. Het is echt drama. Het zit nou bijna op onder de €10. Het is echt bizar. Oh, dat is misschien wel een goeie. Laten we daar dan even nog een paar spins aan geven. Het is inderdaad een beetje hetzelfde. Welke ga ik dan doen? Even kijken, welk spel ga ik spelen? Red Door Roulette, zullen we die doen? Nee. Even te denken, welk spel ga ik spelen, man? Hebben ze Books and Pearls? Ik ga ze opzoeken.
Nee, volgens mij niet, man. Oh jawel, hier. Books. Wel, hè? Ik typ net books in en ik kreeg helemaal niks. Tenminste, ik weet niet of het dit is. Pirates. Yes. Die Pirates 2 bedoel je, Timer? Daar vind ik echt een kutspel, man. Daar vind ik echt een kutspel. 40 cent inzetten of 50 cent? Ah, dan moet wel echt iets. Nee, weet je, het is Timer. Ik heb daar een paar. Ik heb dat een paar keer gespeeld. En ja, weet je, daar heb je zoveel dead spins, heb ik het gevoel. En dat is bij heel veel, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dan maar. Nee, man. Oh, hey, bijna. Waar zijn die scatters trouwens? Moet ik even kijken. Informatie. Welke zijn die scatters? Of wanneer ga je in zo'n game, Oli? Met die parels, denk ik, toch? 3 keer, of niet? Nou ja, het wordt een hele taaie avond zo, jongens. We zijn nog niet een uur bezig, joh. Kuls keer 3 is een bonus en keer 3 boek is ook bonus. Ah, oké. Okay. En als je nou bijvoorbeeld 2 pearls hebt en 1 boek, is dat dan ook een bonus game of telt dat niet? Nee, we zitten al onder de 10 euro, jongens. Het is echt verschrikkelijk. Nee, tel niet. Dit is echt heel taai, man. Het is echt heel taai. Bijna hadden we er een. Oh, 2,50. Hey, 7,75. Dat is niet gek, dit. Dat is helemaal niet gek. Ah, oh, 2 boekjes. Geef me dan 3. Hey, daar is ze weer. Rosé. Ik zie jou steeds minder de laatste tijd. Dat vind ik toch jammer, hoor. Moet ik even melden. Nee, joh, geeft helemaal niks. Geeft helemaal niks. Leuk dat je erbij bent in ieder geval. Ik ga trouwens binnenkort, en ik heb het net ook even in de stream gezet. Ik ga binnenkort even iedereen polsen over die stream. Ik werk... Oh, echt zo? Hey, maar dat heb je nog niet verteld. Ja, dan snap ik het wel. Ja, is ook helemaal niet erg, hoor. Maar ik wil even zeggen, ik ga binnenkort even iedereen een beetje polsen over die stream die ik wil gaan doen. 3. 3 kansen, man. Ay, no. Zo jammer. Maar ja, ik ga even... Ik denk dat ik jou het beste dan even... Ik DM jou wel even dan. Maar ik wil er wel even voor elkaar gaan krijgen. En mocht je trouwens geen interesse meer hebben, of zo, moet je ook kunnen zeggen. Ik bedoel, het is allemaal niet verpleegd. Het is natuurlijk leuk, maar als je het niet wil, dan moet je het natuurlijk niet doen. Niks is verplicht. Maar het lijkt me wel leuk. Oh. Nee, kom mee. Nee, helemaal goed. Dat is top. Dat is top. Ik had ook iemand die vorige week in de stream zat. Die kon ook al meedoen. Die heeft het meteen even laten weten in Discord. Maar jij gebruikt geen Discord of zo. Want ik heb die groep voor aangemaakt. Snap je dus? Maar daar heb ik nog niet heel veel... Ik denk dat die Rick en die Dante... Ja, dat is even taai. Ik zal binnenkort ook eventjes met die Dante contact opnemen. Want die was wel echt van... hoe heet het? Die was wel echt van... ja, binnenkort ga ik weer beginnen met... dan kunnen we misschien ook weer GTA roleplay met hem doen. Dat is wel leuk. Dat vond ik altijd wel echt zwaar leuk met hem. Een beetje klooi, man. Maar die GTA roleplay streams waren ook wel gewoon leuk, man. Gewoon een beetje kloten daar in die stad.
dat was wel mooi, maar binnenkort weer eens eventjes lekker ramen wassen en een beetje praten. Dat was altijd wel leuk. Ik vond wel leuke content. Toen waren er ook best veel kijkers, man, altijd. Hey, jongens, als deze op is, ga ik daar nog €50 bij storten en daarna stop ik, man. Anders wordt het een beetje te veel van het goede. Dan ben ik toch alweer, als ik die bij ga storten, alweer €140 lichter, snap je? Dat is wat ik zeg, het kost zoveel geld, jongens. Dat is ook een van de redenen dat ik niet altijd wil streamen, snap, of altijd wil kijk Discord. Ik ga even checken. Ik heb trouwens Discord, nee, die heb ik niet openstaan. Die heb ik niet openstaan. Discord. Ik ga even kijken. Kijk. Ik kan alleen na 9:30. Ja, top. Super. Dat is heel top, top, Rosé. Dan gaan we daar even rekening mee houden. Die andere die guy die zei ook al dat hij pas na 8 kon. Dus. Ik ga trouwens helemaal geen €50 doen, man. Ik doe 30 of zo. 50 is zoveel. Ja, dan zijn we dadelijk toch een uurtje onderweg. Dan is het maar een keer een kortere stream, weet je. Of we gaan die game nog even in. En deze zou echt zo ziek zijn als deze goed is. De eerste bonus game van de avond. Nou. 15 gratis rondes. Ik ben hartstikke benieuwd. Dames en heertjes, daar gaan we. Alles op rood, ja. €1,94 wil ik best op rood zetten. Daar geef ik niet veel om. Ik vraag me echt af of ik met zo'n spel veel kan pakken, man. Hoop op veel retriggers. Wat is retriggers? Hé, hey, bedankt voor het liken. Wat zijn retriggers? €1,50. Wild. Hé, hey, 2 van die dingen. €6. Is niet gek hoor, hé. Hey. 3 nieuwe pearls, 15 spins. Oh, dit. Een lijntje. Big win. Daar worden we gelukkig van. 32. Hé, hey, dit is echt ziek, man. Ziek. Oh, dit is niet gek, maat. Ik zweer, het is echt niet gek, hoor. Oh. Bijna weer 3, maat. Oh, weer bijna 3. Oh, joh. Wajo. Maat, what the fuck is dit? Legendarische win. Hoeveel is dit dan? Hallo? Hou je bek, maat. Wat is dit dan? What the fuck? Nee, dat kan niet echt zijn. Dit ding speest hem toch? Holy shit! Hou je bek, maat. Holy shit. Oh, dit is echt heel ziek dit, hè. Dit wordt echt een klapper van een ding, jongen. Olly, je bent 1 Engels soldaat, maat. Ik zweer het. Maat, dit is oprecht misschien wel het ziekste wat ik ooit heb gepakt. Maat, ik zweer het. Gooi alsjeblieft die hartjes in de chat als je gewoon legend bent voor die Olly. Ik zweer het. Wat een dikke soldaat is dit, echt. €359. Koekoek. Holy shit, ouwe. Dit is echt heel ziek, jongen. Boah, maat. Dit is echt ziek. Holy shit, maat. Dit is echt tering ziek. Het is alleen jammer dat hij opnieuw moest verbinden. Oh, ik dacht dat ding gewoon glitchte, weet je wel. Omdat het er in één keer allemaal omhoog loopt. Ja, het is nog niet voorbij. Nee, dat klopt. Maar je krijgt er nou niet met tering veel, man. Dan word je wel echt goed gezet, toch? Als je nou nog veel pakt. Hé! Hey, weer bijna 3.
Oh, weer 3, maat. Holy shit, ouwe. Maar dit is ziek, zeg. Extra... 15 extra honderd. Maar dit is echt heel ziek wat ik hier zie. Die had ik echt nooit verwacht. Ik denk gelijk bijstorten. Maar dit is echt niet normaal, man. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Fucking hell. Het maakt me allemaal niet uit als ik nou... Ja, het is allemaal mooi meegenomen. Ik ben toch al lang tevreden. Oh, holy shit, man. Ik heb al eens 105 spins gehad in de bonus. Books and Pearls, what the hell, man. Maar het spel zit me echt zwaar, man. Dit spel zit me echt zwaar goed. 15 euro weer. Ja, tik dan maar gewoon die 400 aan. Ze dan toch bezig zijn. Ah, jammer. Ah, kom op. 4 euro, dan ben ik tevreden. Ja, ik ben sowieso wel tevreden. Krijg niet meer zoveel. Oh. Oh, nog 2 euro. Ja. Ja, 3 euro. 401 euro. Ik weet niet wat ik zie. Het is echt ongelooflijk. Dit is, ik zal alles uitcashen nu het nog kan. Holy shit, maar dit is echt niet normaal. Oh mijn god, ik besef me inderdaad echt niet hoeveel geld dit is, man. Olly, Engels soldaat, maat, ik zweer het. Wat een heerlijke vent is dit, zeg. Oh mijn god, ouwe. Die is echt heel ziek, man. €400 kan je weekend van weg. Ja, man. Ja, maat, wat moet ik nou doen? Ja, ik kan stoppen natuurlijk. Dat zou ik eigenlijk moeten doen, eigenlijk, hè. Maar dan ben ik een uur onderweg, snap je? Oh mijn god, ik ga gewoon 300 uitcashen, denk ik. 300 uitcashen, toch? Oh, dit spel heeft me echt... 250? Ik ga 300 uitcashen, denk ik. Olly maat, jij krijgt een cadeautje van mij, man. Jij krijgt echt een cadeautje van mij. Hier. Jij krijgt dat blauwe naampje van mij, maat. Ik zweer het... Wat een soldaat. Dit is echt bizar ziek, man. Wanneer ben je van plan om Mangus te doen? Ja, ik moet dus even checken, man. Wanneer iedereen kan. Ik weet nu van jou dan dadelijk. Die maat van mij, die kan ik al. Dat komt wel goed. Oh, maat. Dit is echt ziek. Ja, man, Olly. Zwaar verdiend, maat. Zwaar verdiend. Welkom bij het team, jongen. Welkom bij het team. Het is allemaal niet zo spannend, maar... Misschien in de toekomst. Doe Tom mee. Ja, doe mee. Hé, maar vraag dat lekker aan hemzelf. Ik snap niet wat hier aan de hand is. Doe gewoon lekker normaal. Ja, Sammy ook, ja. Tenminste, daar ga ik vanuit. Maar het is echt teringziek. Het is echt teringziek, man. Ja, yo, man. Dat had ik echt niet verwacht. Ik zweer het. Weet je hoe fucking veel geld er is, jongen? Oh mijn god. Fucking hell, zeg. Het is zoveel geld. Ik zie ook 5 van die pearls. Ik denk, ja, schijf even lekker uit. Ja, hier. 5 van die pearls.
Ik wist ook niet wat er ging komen, joh. Ik zag alles in één keer omhoog gaan en ik denk, jezus, maat. Opnieuw verbinden. Ik opnieuw verbinden en dan zie je in één keer de saldo en denk je, wat de hel, ouwe. €400, maat, die echt zien. Maat, alles wat jij zegt, Olly, ga ik spelen. Ik zweer het. Alles wat jij zegt, ga ik spelen. Dus dat gaan we zeker doen. Holy shit, ouwe. Dit is echt teringziek. Dit is de big fucking win, jongen. Hoppa, lekker zeg. Dit zijn ze, man. Dit zijn ze wel echt. Holy tering, ouwe. Als ik een duimpje omhoog verdien, dan weet ik het ook niet meer. Oh mijn god. Dit is echt ziek, jongen. Ik ga even uitcashen, man. Oh, dat je dan van dit spel. Dit is het echt het meest ook ooit heb gepakt. En ik kan maar denken, dit gaat nooit meer goed komen. Ik had er maar 1 euro zoveel over. En dat je dit dan krijgt. Ja, dan word je tot, zeg maar, tot op de bot word je geblast, gewoon. Holy shit, zeg. Tering, ouwe. Dit is echt heel ziek. Gokken blijft gokken, Joel. Niet alles wat ik zeg zal ook goed uitpakken. Daarom heet het gokken. Ja, tuurlijk, joh. Weet ik. Maar ja. Na dit ga ik gewoon... Dan ga ik gewoon alles wat jij zegt, ga ik doen. Tuurlijk weet ik wel dat het gokken is. Ik weet ook precies hoe het werkt, hoor. Maat, tering, dik, jongen. Mystic of Magic, Mirror? Ik denk dat je Magic bedoelt, of niet? Maar ik zie geen Mystic, man. 5 scatters is zeer zeldzaam. Ja, daarom. Ik zie een legendarische win. En ik denk, ja, weet ik veel. Ik zie alles oplopen. Ik denk, what the fuck. Op een gegeven moment zie je dus dat hij opnieuw moet verbinden. Dus ik denk, oh, dat zal wel een glitch zijn of zo. Ik ging er terug in, maat. Ik zie het bedrag staan. Ik denk, jezus, mine, what the fuck, jongen. Holy tering, ouwe. Dit is echt... Oh ja, dit gaat al helemaal goed. Dit gaat ook weer zo fucking veel opleveren. Wat de hel, ouwe. What the fucking hell. Is mij nog nooit gelukt. Ja, nee. Ik weet ook echt niet, man. Ik heb geen woorden, man. Ik heb oprecht geen woorden, man. Nee, wacht. We gaan toch nog even nog een keer proberen. Ik weet het. Maar ik vind dit spel gewoon te leuk. En ik moet gewoon even zo'n lekker... Ik vind het heerlijk, dit spelletje. Daar hou ik van. We gaan even dit spelen. Niet dat er heel mijn geld eigenlijk naar de gat voor is. Daar zorg ik wel voor. Maar gewoon, kom maar. Doe er maar gewoon eentje. Kom op dan. Ja, helaas. Dat was er ook uiteindelijk maar 9 of zo. Of misschien 12, weet ik veel. Dat kan niet trouwens meer. Wat de hel heb ik meegemaakt, man. Net dus, voor de mensen die net in zijn gekomen. Net dus, hoeveel ik zou het zijn? In ieder geval, ik had 40 cent. Ja, zit erin, hoor. Hoppatee. Ik had net, weet je wat we doen? Doe gewoon deze zo. En hopen op iets goeds. 36 van die dingen. Nou, kom maar op dan. Holy shit. Dit wordt ook weer leuk, hoor. Oh, dit is ook weer lekker, jongen. Godsamme, man. 46 van die balletjes. Hoppa, hartstikke idee. 800x op 50ste. Oh, dat is echt heel ziek, man. Ik heb nu ook alweer €22. What the fuck? Oh, dit is echt bizar ziek, man. Wat een avond weer, zeg. Wat een avond. Ja, hier moet je gewoon even... Het is ook alweer lekker €30, hè. Dit is echt heel lekker, man. Nou, hopen dat je hier weer verder komt. Ja, dat gaat ook wel lukken, hoop ik. Tuurlijk,
Tuurlijk, pakken het volgende leveltje. Lekker. Kom op. Ja, dit wordt wel lastig, man. Hoppa, 42 euro's. Hoppakee. Maar dit is wel in één keer worden we zwaar geblest. Het is echt bizar, hè. Tering, man. Echt, holy shit, man. Het is echt niet normaal, jongen. Jezus, man, echt. Oh, wat een heerlijke... Betaal je even 3 euro nog wel om te kijken hoeveel je krijgt. Krijg je 36 van die dingen. Ja, dan zijn we klaar, hè. Zou ik nog iets uitcashen? Zou ik nou 39 of zo uitcashen? Hoeveel winst heb ik nou al? Ik heb 90 euro in... Moet ik even tellen, hè. Nou, dan heb ik 300 uitgecashed. Ja, dat is 210 euro winst. Dit is echt direct tering ziek, jongen. 210 euro rijke, maat. Hoho. Maar jongens, ik zweer het, doe het niet. Gok niet onder de 18, 100% van niet. Want het is echt een vies spelletje wat ze spelen met jou. Ik zweer het. Ja, nee, hier moet ik ook eigenlijk weg nou. Hier moet ik ook echt... Ik weet ook even niet wat ik moet doen, joh. What the hell? Weet je wel, we gaan eens even een paar spinnetjes aan Crazy Time doen. Even kijken hoe het überhaupt bij Crazy Time is. Nee, Red Door Roulette. Vind ik ook een leuk spelletje. Vind ik ook een hartstikke leuk spelletje. Gaan we ook even spelen. Ja, deze ga ik niet inzetten, want daar heb ik te weinig tijd voor. Oh, maat. Ik zweer het. Like die fucking stream, man. Wat een bizarre win pakten we net, zeg. Oh, maat. Het is echt ziek. Het is echt ziek. Wanneer ga je een keer Fortnite? Ja, Fortnite vind ik echt zo saai, José. Vind ik zo saai. Ik vind dat hebben ze zo saai gemaakt. Ja, ze hadden gewoon niet al die andere rare dingen moeten doen, man. Het is zo'n raar spel geworden. Twintig moest ik altijd zetten, zei iemand de vorige keer. Nummer 10 is ook een mooi talletje. Hoppa. Nee, maar weet je, Fortnite is in één keer gewoon ja, zo raar geworden, man. Het is allemaal te veel aangepast. Daar kan ik niet tegen. Ik kan heel slecht tegen veranderingen. Er komt wel een... Ja, had ik gezien, ja. Had ik gezien. Ik heb maar 2 kansen. Oh nee, 3 kansen. Dus 12... 2. Ah, 2 heb ik niet, man. Scheidzooi. En er zijn er toch in één keer weer 10 kijkers. Jongens, like die stream. Het is het echt waard, want het is... Die 13 likes hebben mij geholpen naar een heerlijke win. Net dus met 50 cent inzet 800x gepakt. Oftewel, fucking bizar. En abonneren is natuurlijk ook gratis. Daar gaan mijn centen. Ja, maar het is niet een type spel waar ik zou spelen, denk ik, man. Oh, maar 1 kans. 1 kans heb je. En dat is dan 19. Nou, op naar die 19. Dat was 19. 22 heb ik die? Nee, man. En dan gaan ze weer naar dat spel. Kom op. Godsamme. Dit is ook wel een gaaf spel, man, dit. Crazy Time is wel grappig, eigenlijk, hè. Hey, we pakken... Oh, nee, wacht, dat kan helemaal niet. Je kan geen kleur pakken. Hey, Joel, een beetje lekker gepakt al. Maat, je hebt iets gemist. Dat wil je niet weten, MK. Dat wil je niet weten. Ik heb met 50 cent inzet 800x gepakt. 800 fucking x. Ik wist niet wat me overkwam. Ik stond op 1,94 euro. 1,94 euro. Ik zat al helemaal in zak en as. Ja, bro. Ik zweer het, man. En dan word je toch nog zo goed gezet. Hoe is het mogelijk? Echt waar. Oeh, dit is wel heel veel eigenlijk, hè. Oh, kut. Nou, dat is een beetje jammer, hè. Ik heb wel een beetje veel ingezet. Ah, maar dat is prima. Misschien is het wel een goede zet geweest, wie weet. Ja, dat meen je niet.
Ik heb maar één kans om die te pakken. Wat is dit voor game, man? Een 13 is keer 3. Ik moet nummertje 24 hebben. 9, heb ik die niet zeker? Ja, jongens, ik neem maar uit hier. Wat een kutspel, zeg. Wat een tieve spel. Maar niet te veel schelden, sorry. Crazy Time, hoe gaat het daarmee? Hoe gaat het met Crazy Time? Atju! Gewoon inzetten, net te laat, man. Oh, op zich gaat het nog niet heel slecht. Een paar rondjes doen, een paar rondjes. Een paar rondjes. Ik loop alleen maar rondjes. Ah, flikker op. Ik zweer het, flikker op. Oké. Okay. Zakelijk. Heel goed dat ik niet in heb kunnen zetten. Heerlijk. Heerlijk. Hoe heet deze knakker? Timurs. Wat Timurs? Hoe kan je nou Timurs heten? Wat een naam, joh. Wat een naam. Finland, toch? Dit is ook allemaal in Finland gemaakt. Ja, iemand vraagt aan hem waar hij vandaan komt. Cashuntje is altijd lekker! Nee. Ai, jammer. Helaas, man, helaas. Of je hebt echt scheid en je zet al je geld nu in op rood. Ja, ik het kan me ook geen zak meer schelen. Of nou, ja, maar het is gewoon heel zonde. Dus dat ga ik ook echt niet doen, man. Als je daar dan ook nog gewoon je geld mee verdubbelt, jongen. Ja, dan allemaal op, hoor. Nee, Crazy Time, daar moet ik ook niet op mijn beeld hebben. Daar word ik ook scheidziek van, Crazy Time. Gadverdamme, zeg. Ik vind het eigenlijk al bijna weer goed geweest, jongens. Laat ik die Magic Mirror nog een paar rondjes geven. Dan vind ik het eigenlijk wel weer goed geweest. Ik ga gewoon een keer slim zijn en niet te veel weer vergokken. Poh, maat, wat een bizarre win, zeg. Ik kan nog steeds niet geloven, ik zweer het. Holy shit, zeg. Dat is echt ziek. Maar hij doet niet en hij laat niet. Oh jawel, nu wel. Nou, als je hier ook nog weer even fucking veel mee gaat pakken, ja, dan kan je mij echt oprapen, man. Maar ik moet 3 van die vrouwtjes hebben, denk ik, hè? Vrouwtjes. Nee. Oh. Ik denk niet dat ik 3 van die vrouwtjes moet hebben, anders had ik hem gehad. Oh nee, die zijn zeker. Wacht. Info. Waar is dat info? Scatter symbool. Dat kan je weer niet zien. Nou, we gaan het vanzelf wel zien. Volgens mij zijn het deze dingen die ik moet hebben. 3 van die dingen. Oh, er waren er weer 2. Oh. Hoppa, 1,50. 2 euro bedoel ik. Woe! Bijna weg. Hey, kijk, ik zie weer een likeje binnenkomen. Dankjewel voor het liken. Dankjewel. Hij gaat wel heel slow, man. Deze spint wel echt traag, ja of niet dan? Hey, abonneetje erbij, super tof man, dankjewel. Wordt gewaardeerd man. Dankjewel. Op naar die 250. Ah joh, mij niet uit, Olly. Alle tijd.
al de tijd. Wat is dit? Oi, 5 euro. Gek. Is weer niet gek dit, hè? Is weer niet gek. Kan je niet ook zoveel sneller aanzetten of zo, dat die sneller gaat? Wat is dit dan? Oh, hier kan je... Oh, dit is ketter. Aha, aha, aha. Of ik kijk er gewoon zo er nog niet aan. Nee, dus. Nee, maakt mij niet uit. Ik heb tijd zat. Deze is ook helemaal niet gek hoor, Olly. Oh. Ah, ik voel dat we hem dadelijk gaan pakken, jongen. Zijn die vrouwen zijn die, ook goed, of niet? Wat doet die? 2 keer is 50... Jezus, die 5 keer krijgt 250 euro. Holy... Jezus. Dat is ook wel ziek, hè? Maar ja, goed, dat is ook wel weer echt... Dan moeten we zoveel geluk hebben. Ik heb al zoveel geluk gehad vandaag. Het is echt bizar. Books and Pearls zit voor altijd in ieder geval in mijn hart. Ja, deze doet echt heel traag, hè? Deze kan ook lekker geven. Nee, deze spint op elke site waar ik speel ook zo traag. Nee, ja, daarom. Fuck it, joh. Boeien, 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 boeien. Ik had laatst een kijker, die had mij gestuurd op DM. Had hij 1100 of 1300 euro of zo gepakt. Ah jongen, dat zijn ook bedragen, jongen. Dat is echt, dat is gewoon bijna een maandsalaris, jongen. Voor veel zo'n maandsalaris. In ieder geval, als je nog jong bent, in ieder geval. Dat is echt, echt fucking ziek, jongen. Niet normaal. Dat is zoveel geld. Het is echt niet, dat is gewoon niet grappig. Daar kan je echt oprecht op een goede vakantie voor gaan voor dat geld. Als je gewoon voor jezelf zou betalen. Dan kan je gewoon een prima vakantie boeken, hoor. Over vakantieboeken gesproken. Wij gaan morgen dus kijken. Ik en een paar vrienden. Om over een maandje naar Milaan te vliegen, man. Om daar naar AC Milaan te gaan. Dat is toch fucking ziek, man. Moet natuurlijk even kijken of het allemaal kan. En hoe dat geregeld is. Maar daar vind ik dus wel echt teringziek. Mijn grootste winst ooit was... 10.000 keer op 40 cent, Book of Shadow. Oh mijn god. 10.000 keer. Maar hoe gek werd je toen? Hoeveel geld is dat? Ja, wacht, dat kan ik uit. Dat kan ik natuurlijk uitzoeken, dat is niet zo heel moeilijk. Pipo. Ja, 4.000, ja precies. Tuurlijk. 4.000 euro stond te trillen, ja. Oh, dat snap ik, ouwe. Holy shit, 4k even op een avondje. Maar dat is echt veel, man. 4k. Meteen uitgecashed, of niet? Was op mijn werk in de pauze. Waren de mensen bij, of niet? Je bent natuurlijk helemaal lijp. ...4K. Wee, joh. Je ziet het maar in getalletjes, maar... Het is echt niet zo... Oh, het is echt zo ziek. Nee, 3000 uitgecashed. Ja, oké. Okay. Waarom cash je dan niet meteen alles uit, joh? Ja, natuurlijk kan ik het doorspelen, snap ik, maar... Ja, goed, kijk, dat had ik net zo goed nou ook kunnen doen, dus ja. Maar dat doe ik ook niet. Ja, precies. Maar daar zit er dan toch in, hè? Want dat je dan toch net iets nog meer wil hebben. Daar zit er dan toch even in. Snap je? Dat werkt wel een beetje psychisch.
erg gunstig met die scatters, maar hey, wie weet, man. Tijd en geld zat. Wow. Oh, hij ging er net onderdoor, man. Oh, dat was zonde, man. Oh, dat was echt zonde. Poh. Dat scheelde echt weinig. Jup, er zat ook maar... Oh. Er zat ook maar meer in een week tijd op Holland Casino 18k. Yo, Roy. Ja, gaat lekker, man, met jou. Ik heb een heerlijk avondje, man. Net met 50 cent inzet 800x gepakt. 400 euro of zo. 400 euro was dat. Echt teringziek. Moet maar terugspoelen. Ja, de tering. Ja, echt hoor. Poh, maat. Ik zweer het. Ik wist niet wat me overkwam. Ze spelen nog even een beetje door, maar gelijk denk ik al stoppen, man. Kijken of we nog in een game komen. Kan ik eigenlijk nog even zelf een beetje gamen en zo, weet je wel. Wat is deze slot? Nou, maat, ik zweer het. Dit was een beetje hetzelfde slot waar ik die 400 euro mee pakte. Dus dit is gewoon een prima slot. En het boeit me. Ja, maar het is wel een beetje een gare slot. Dat geef ik eerlijk toe. Maar fuck it. Fuck it. Tot de 90, man, doe ik. En dan... kap ik ermee. Ga ik dat ook wel uitcashen, weet je. Dat is gewoon lekker. Dat is gewoon heerlijk. Dat ook weer. Oh, anders had ik 3 gehad. Tering, dat was echt jammer. Deze gaat wel echt traag inderdaad, man. Hey, 5 euro. Oeh, dat kennen we nog even door. Do Energy Coin of Cops en Robbers Trick or Treat of Madame Destiny. Madame Destiny heb ik al een paar keer gedaan, man. Op zich niet een verkeerd spelletje, oké, maar... Maar ik ga sowieso stoppen, dus... Ik heb al genoeg geld gepakt. Oh, genoeg geld gepakt vandaag. Mogen zeker niet klagen in ieder geval. Dun, dun, dun. Ja. Ah, weer bijna. Jammer. Dat was mooi geweest. Laten we deze ook even kunnen meepakken. Wow. Hier kom je wel echt moeilijk in, hoor. Niet makkelijk. Is niet makkelijk. Deze kast kan lijp gaan. Ja, maat. Ja, het was een beetje hetzelfde. Is het een beetje hetzelfde spel als die vorige game die ik speelde, waar ik fucking veel geld pakte, maat. Dus ja, daar kan veel geld pakken, ja. Maar tot de 90 doe ik er nou kap ik mee, man. Moet ook eens een keer even goed uitcashen, snap je? Heb ik ook gedaan. Ik heb nu al 210 euro winst natuurlijk. Oh, jammer. Dan wil ik gewoon even gewoon een prima eentje meepakken, ja. Een beetje verstandig zijn een keer, hè. Dat is ook wel weer een keer goed. Dus weer tot nu toe de ziekste gokstreek die ik heb gehad qua winst, man. Wat de hel, ouwe. Dat is echt niet normaal. Ja, kom op. Ja! We hebben hem! Hoppa! Lekker! Hoppa! Weer in die al een beetje laatste spins weer. Een beetje vergelijkbaar. Kom op dan, jongen. Hoppatee. 10 gratis spelen. Oké. Er zijn er... Wat is dit? Oké.
hij doet zelf. Oh, ik zie al een health poppetje, daar word ik ook niet gelukkig van, hè. Maar goed, ik kan niet altijd zelfs gooien, hè. Wat is het? 2,50. €12,50. Niet gek. €2,50 weer. Het premium symbool. Ah ja, €22,50, maar ik kan niet over klagen, vind ik wel. €50, €116 is helemaal niet gek, joh. Dat is helemaal niet gek, joh. Maar het is meer dan prima, maat. Ik ben overal tevreden mee, want dit is gewoon echt heerlijk. Ik ga hem ook even lekker meteen storten, jongens, en dan... Oh, wat zijn we dan geblest, zeg. Het is echt niet normaal. Echt niet normaal. Op, uitbetalen, hartstikke idee. Misschien een beetje saai, maar 100 uit. Nee man, ik ga gewoon lekker mee kappen. Dan had ik nog maar €16 over, joh. Dat is geen geld. Jongens, ik ga gewoon slim zijn een keer. En ik ga gewoon nu lekker met, nou wat zal het zijn. Hoeveel heb ik in totaal gepakt? Oh, ja, weet ik veel. Echt fucking veel in ieder geval. Maar ik kan wel even uitzoeken. Ik heb in totaal qua winst. Even kijken. Hier, 416. Even kijken hoor. Hier, €326 rijker. Koekoek! Ja jongen, dat is echt bizar man. Dat is echt tering van geld. Holy shit man. Dus ik ben hartstikke tevreden. Ik vond het natuurlijk een heerlijke geslaagde stream jongens. En ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. En ik vond het in ieder geval fijn dat er lekker weer mensen erbij waren. En lekker actief waren in de chat. Dat vind ik altijd leuk. Dat vind ik altijd fijn. Ja, wat ik al zeg. Een geslaagde stream jongens. Maar meer hoef ik daar ook niet over te zeggen. Want volgens mij is dat wel aardig gelukt. Lekker joh. Thanks voor de stream. Tot de volgende maat. En doe iets moois met de centen. Gaat helemaal goed komen maat. Heel erg tof dat je erbij was Olly. En dikke shout naar jou maat. Tot de volgende man. Ik ga hem ook afsluiten inderdaad. Jongens, ik vond het weer een heerlijke stream. Maar dat zei ik net ook al. Ik hoop dat jullie hem nogmaals nog ook leuk vonden. En dat jullie weer lekker zijn vermaakt. 1,5 uur op even live. Dus dat is wel gewoon prima toch. Niks mis mee. Jongens, ik ga even door met de heerlijke winst. En ik zie jullie de volgende stream. Jongens, ik hou van jullie. En ik zie jullie later. Doei. Ja, dat was eigenlijk een beetje een slechte. Maar ja, maakt niet uit jongens. Later in ieder geval. Doei.